Een van de maatschappelijke projecten van de Graafschap is Fatima in Wehl. Woensdag 15 april stond het bezoek op de kalender. Een middag bewegen voor mensen met en zonder beperking. Genieten voor iedereen. Ja, daar gaan we. Keeper! Daar ook keeper, hè? Ja. Ja. Daar gaan we! Daar gaan we! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ben niet met anderen gaan flirten. Keeper! Dit is onze ster. Dit is onze sterspeler. En dit is onze verrassing. Dit is onze tropische verrassing. Al krijgen we geen beker, wij zijn binnen. De afgelopen dagen verschenen wat negatieve berichten over de Graafschap in de media. Eén kop was onder andere dat de Graafschap van knuffelclub tot secte is geworden. Maar weet raad van commissarislid Sjoerd Wijkamp überhaupt wie de goeroe van deze secte is? Sjoerd, ben jij toevallig de goeroe van de secte? Ja, ik moet eerlijk zeggen, een klein beetje gelach heb ik ook wel. Maar het doet ook pijn. Het is een moment echt, echt heel pijnlijk. Want je bent met z'n allen nu bezig om die koers te gaan volgen, in te zetten. En ja, dan gebeurt er iets heel vervelends. Dan komt er een commercieel directeur binnen. Langs alle geledingen, businessclubbestuur, RVC, investeerders. Iedereen zegt, dit kan hem zijn. We gaan ervoor. Plan van zijn kant inpassen in het nieuwe beleidsplan. Het werkt na 2 maanden gewoon niet. Er horen allemaal roddels en achterklap bij. Feit is gewoon, het heeft niet gewerkt. Dan moet je afscheid van elkaar nemen. Dat gebeurt in dit geval ook nog met gesloten beurzen. Als dat een secte is, dan denk ik dat ze nu de plank echt aan het misslaan zijn aan de mediakant. Want nu, wat er nu gebeurt is controleren, actief. Wat er nu gebeurt zijn gedelegeerde commissarissen die meehelpen. Die alle vrije tijd die ze hebben in onze club stoppen. Maar dat geldt niet alleen voor die commissarissen. Dat geldt voor het businessclubbestuur. Dan kun je wel zeggen, goh, die beurs gaat niet door. Wat slecht van het businessclubbestuur. Nee, dat is op dit moment reëel. Samen de rijen sluiten, zorgen dat er volgend jaar een fantastisch evenement staat. De supportersvereniging, kritisch, moeten ze ook zijn. Maar probeert ook mee te helpen. We willen weer meer supporters. Dus is het woord nou eenmaal samen. Als je dat vertaalt naar een secte, dan is dat de keus van een journalist of van een medium. Maar hetzelfde artikel, je verandert 3 zinnen en dan kan er een kop boven van Graafschap kiest duidelijke koers. Ik vraag me echt af, als we dit als Achterhoek willen behouden, de Graafschap, dan moeten we hier doorheen kunnen kijken met z'n allen. Dat is eigenlijk wat je nu moet doen als supporter of sponsor. Als dat een secte is, dan hoef ik geen secteleider te zijn, maar dan zijn we met z'n allen wel die secte. Regelmatig zijn een aantal jonge spelers van de Graafschap op zoek naar een flexibele baan naast de training en de wedstrijden. In dit businessclubjournaal stelt een speler zich aan u voor. Mijn naam is Mart Raterink. Mijn leeftijd is 19 jaar. Mijn positie is centrale verdediger. Ik speel op dit moment 11 jaar bij de Graafschap. Ik wil alles aanpakken wat op mijn pad komt. Ik wil gewoon geld verdienen voor een leuke vakantie of andere leuke dingen die ik naast mijn sport kan doen. Mocht u een flexibele werkplek hebben voor een van onze talenten, meld u zich dan bij commercie@degraafschap.nl. Zaterdag 18 april speelt de Graafschap de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Na 3 nederlagen wordt het voor de equipe van Jan Vreeman tijd om de broodnodige punten bij te schrijven. Ik denk dat veel supporters hopen op een 3-punter. Volgens mij niet alleen de supporters, dat hopen wij natuurlijk ook. Wat is er gebeurd de afgelopen weken? Nou, niet veel anders als voorgaande week. En dan kijk ik even naar de resultaten die we hebben gehaald. Is het dat we de resultaten niet hebben gehaald? Nou, zijn er de afgelopen dagen wat negatieve stukken in de media verschenen. Heb jij daar last van? Nou ja, in ieder geval zelf geen last van. Alleen ja, je praat er natuurlijk over. En eigenlijk is dat verloren energie met name. Want het zijn dingen die bekend zijn bij ons. Die zijn gebeurd. En ja, daar heb je het over. En het is gewoon de draad oppakken. En doorgaan waar we in geloven. Ja, nou, daar zullen altijd fouten gemaakt worden. En we maken ook soms wat fouten. Ik maak ook af en toe fouten. Alleen ja, om nou alles uitgebreid uit te gaan meten en daarover te gaan vallen. Ik denk dat ja, dan kun je nooit werken. En rustig werken. Dus er zijn dingen. Nou, die gebeuren. Alleen ja, wat er nu gebeurd is oud nieuws. En daar zitten natuurlijk dingen tussen die niet goed zijn. Alleen oppakken. En dat is ook waar we mee bezig zijn.
En er zijn heel veel mensen die willen de goede kant op. Ja, goed, en dan moet iedereen in meekrijgen.